Leuk dat hier straks ons huis staat. Ja, ik ben heel benieuwd. En alles zit erop en eraan. Voetjes, handjes, teentjes, vingertjes. Eerst even project baby en dan project huis. Die borstvoeding geven extreem pijnlijk. Maar ja, een rood borst. Ik vind het ook lief. Ik ben hartstikke misselijk, dus ik wat eet. Kijk, Amy loopt! Goedemorgen, je kijkt naar een nieuwe vlog. Eigenlijk weekvlog 36, maar ik ben zwanger. En die aankondiging hebben jullie afgelopen vrijdag kunnen zien. En ik moet hem nog gaan filmen. En ik vind het mega spannend. Dus als ik dit nu film, weet nog niemand dat ik zwanger ben. En voelt het heel raar om dit nu hardop uit te spreken op camera. Ik heb al deze weken gewoon een geheim meegedragen. Ik vond het echt heel moeilijk om te vloggen en te doen alsof er niks aan de hand was. Je zag regelmatig wijn voorbij komen. Nou, die dronk ik niet. Of het was alcoholvrije wijn. En ik had echt het idee dat ik niet volledig mezelf kon zijn. Terwijl ik in mijn vlogs altijd 100% mezelf ben. Echt een flap uit ben ik gewoon. Daardoor vond ik het vloggen iets minder leuk, moet ik zeggen. The word is out. Ik vind het mega spannend, want we zouden eigenlijk vandaag een echo krijgen. Ik heb nu 2 goede echo's gehad. Bij 7 weken en bij 10 weken. Termijn echo. En vandaag zouden we eigenlijk de nekbreumeting krijgen. Dat is zeg maar een soort van echo die ze tussen de 11 en 13 weken doen om te checken. Dat is eigenlijk een soort van test om te checken of er bepaalde problemen kunnen zijn. Die is afgezegd door het ziekenhuis omdat er geen plek meer was. En ze weten niet of die deze week er nog is. Toen was ik in dubio, ga ik het dan al wel bekendmaken of niet? Vrijdag, dus afgelopen vrijdag. Toen dacht ik bij mezelf, ga ik echt 3 echo's nodig hebben om het te durven delen? Of ga ik gewoon de boel al delen en dan vertrouwen dat het goed komt? En ik koos voor het laatste. Het is nog steeds mega spannend, want je weet, je hebt nooit zekerheid. Je hebt nog geen eens zekerheid. Ja, pas als je baby in je handen is, heb je zekerheid. En dan heb je het ook niet, want dan kan er ook van alles gebeuren. Dus daarom probeer ik daar maar aan vast te houden. Ik ben nu 12 weken en een dag, dit film. En ik wilde echt wel deze vlog gaan beginnen. Dus vandaar dat ik hem vandaag op dinsdag begin. Vandaag gaan we de announcement filmen. Ja, dat vind ik ook wel spannend. Ik ben ook heel misselijk. Ik voel me echt nog niet goed. Maar dat maakt niet uit. Ik heb deze jurk aangetrokken. Want die had ik ook bij de vorige announcement. Dat vind ik wel zo leuk. En ik ga eerst even een paar uurtjes werken. Want ik moet eerst nog even 2 artikelen inleveren. En dan gaan we even aan de gang met filmen. En dan zien we wel. De vlogs gaan vanaf nu eigenlijk tot en met het einde van de zwangerschap gewoon het aantal weken heten. Want dat vind ik wel zo praktisch. Makkelijk terug te vinden. En voor mezelf ook wel zo leuk. Binnenkort komt de geheime vlog online van het eerste trimester. Waarin ik dus elke week ongeveer wat filmde over hoe ik me voelde. En ja, allemaal geheime beelden die de afgelopen weken plaatsvonden. Dus dat is ook wel leuk. Dat komt er ook nog aan. Maar goed, ik ga eerst even lekker aan de slag. Wij gaan lekker lunchen. Yannick heeft lekker broodjes en beleg gehaald met de kinderen. Kijk maar. Dus we gaan lekker smullen. Ik heb even mijn haar anders gedaan dan anders. We gaan zo de zwangerschapsaankondiging filmen. En daarvoor ga ik vingerverven samen met Lana en Amy. We gaan het een babyrompetje verven voor maatje 50. Voor ons meisje. Voor een meisje? Ja, dat wordt zeker een meisje. Yannick denkt dat het een meisje wordt. Ik denk dat de kans groot is dat het een meisje wordt. Maar de kans dat het een jongen is, is nog steeds net zo groot. Daar houden we aan vast. Het maakt ons trouwens niks uit. We hebben geen voorkeur, gezondheid voor alles. Een jongetje zou natuurlijk leuk zijn om een keer wat anders te ervaren. Maar 3 meiden is volgens mij ook het grootste rijkdom. Dus maakt niks uit. Lana zit klaar met het slappetje om. En Amy zit hier ook klaar. Hey. Dus we gaan lekker aan de gang. En de beelden daarvan zien jullie natuurlijk in de aankondiging. Dus we gaan lekker creabea doen, Yannick. Creabea? Ja, hun gaan creabea doen. Gaan we deze mooi maken voor de baby? Voor jouw zusje op hoortje? Voor de baby. Ja, voor de baby, hè. Voor zusjes. Zo. En we even laten. Nou, jullie zagen het goed. Ja. Kom nummer 3 aan. Ja, ik ga lekker eten. We hebben eerst lekker zelfgemaakte broccoli soep. En die keer heeft weer van die zalmpakketjes gemaakt. Maar dit keer met sojasaus. En we hebben rusties. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Kleine oogjes, het is 8:00 's ochtends. Ik heb de kinderen net ontbijt gegeven. En ik ga zo Lana eerst naar de peuterspeelzaal brengen. En dan Amy naar mijn ouders. En dan ga ik aan het werk. Dus Yannick die is ook werken. Wow, ik zit echt moe uit. Sinds mijn zwangerschap lust ik wel gewoon koffie. Maar ik kan mijn koffieapparaat heel slecht handelen. Ik ben heel misselijk in de ochtend. En het idee dat, ik weet niet, dat apparaat dat, ja, het is heel erg al misselijk. Spitsuur, ik zit nu in de auto. Ik zit even neer.
En ik ga even de meiden brengen. Ik ben al heel wat uurtjes aan het werk. Het is zelfs al 2:30, kun je nagaan. Ik heb tussendoor wel geluncht, maar verder heel de tijd te werken. Ik kwam vanavond terecht voor mijn echo. De nekbemeting en alles daaromheen. Dat vind ik enorm spannend. Maar ik ben wel blij dat ik vanavond al terecht kan. Want ik had hem eigenlijk gisteren dus. En omdat er geen plek was meer in het ziekenhuis, zou het dus onduidelijk zijn of ik hem nog kon krijgen en wanneer en zo. Nou, mag ik hem vanavond laten doen bij een echopraktijk in Vught. Dus zij gaat hem doen en dat is wel heel erg fijn. Nu 2:30. Ik ben in principe klaar met wat ik voor vandaag moet doen. Ik ga zo om 3:00 de kinderen ophalen bij mijn ouders. Dan ga ik even naar mijn broer toe. En daar even met de kinderen spelen. En dan ga ik weer bij mijn ouders eten. En dan gaat mijn moeder vanavond mee naar de echo. En dan blijven de kinderen even bij mijn ouders. Dus dat is een beetje de planning nog voor vandaag. En we eten stoofpotje. Het recept zal ik even in de beschrijving zetten en hierbovenin. Want dat is echt mega lekker. Zo, lekker. Tijd om aan te vallen. Daar ben ik weer. Het is 8:30 en ik ben hier met het verlossende goede woord. Ik ben zo opgelucht en blij. Het was een super goede echo. Het kindje lag er heel mooi bij en het zag er gewoon heel goed uit. We hebben de nekprometing laten doen en die was gewoon super netjes. Echt heel erg goed. Dus dat was gewoon heel fijn. En het kindje had gewoon een hele mooie hartslag. Ligt er gewoon heel mooi bij. Alles zit erop en eraan. Voetjes, handjes, teentjes, vingertjes. Het was mooi en een enorme opluchting. Ja, het is toch fantastisch. Dus daar ben ik enorm blij mee. Dat betekent dat we dat het eerste trimester echt positief is afgesloten. En dat we het jullie bekend kunnen gaan maken komende vrijdag. Het is nu woensdag voor mij. Voor jullie is het natuurlijk al bekend. Hebben jullie de onthulling of de announcement hebben jullie afgelopen vrijdag kunnen zien. Dus nu zijn er geen geheimen meer. En kan ik gewoon lekker delen wat ik erover wil delen. Ik heb hele droge lippen. En daar heb ik net Bepanthen voor opgesmeerd. Daar heb ik een beetje... Dat het nog een beetje wittig is. Ik zie er sowieso gaar uit. Boeit me even helemaal niks. Ik ben gewoon dolgelukkig. We krijgen een derde kindje. En voor zover ze het nu konden beoordelen. En het is nog vroeg. Maar het ziet er gewoon heel goed uit. En ik ben een gelukkig mens. Echt. Ik ben echt een gelukkig mens. En daar sluit ik deze dag mee af. Morgen is het donderdag. En is Janiek weer lekker thuis. Dus ik ben moe en heel voldaan. En blij. En ja. Oh, zijn jullie al lekker aan het spelen, meisjes? Hey. Ga je op de stoel zitten, Amy? Goedemorgen, het is vandaag donderdag. De dag begon nogal slecht. 2 keer overgegeven. Eerste keer deze zwangerschap dat ik heb overgegeven. Wel heel misselijk steeds, maar alleen kokhalzen. En nu ook echt overgeven. Ik zit achter mijn computer. Ik ben eigenlijk vandaag vrij, het is donderdag. Maar ik heb zo nog even een telefonische afspraak voor een hele leuke samenwerking. En ik moet nog even voor 1 campagne iets wijzigen. Dus dat is wat ik nu nog eventjes ga doen. En ik ga even de beelden importeren van de geheime vlog. Zodat ik die binnenkort ga editen en online kan gooien van de eerste trimester. En ja, mijn dag kan eigenlijk al niet meer stuk in die goede echo van gisteren. En we gaan even lekker aan de gang. De batterij van mijn camera die was ik vergeten mee te nemen. Maar we zijn net even naar Lidl gegaan, ik en Stephanie. En we gaan even lekker broodjes eten met de kinderen. Ik ben hartstikke misselijk, dus als ik wat eet, gaat het goed komen. Dus we hebben lekker croissantjes en broodjes en lekker dingen, dus gaan we lekker eten. Lekker broodje met pesto, mozzarella en tomaat. Ik ben in de auto bij Lisa en die kwam gezellig langs, want ik ging haar vertellen dat ik zwanger ben. En ze reageerde echt super leuk. Ik had eigenlijk moeten filmen, het was echt zo'n leuke reactie. Nee, zo lief, vond ik echt heel leuk. En we gaan even eruit, het is mooi weer en we hebben zin in koffie en wat lekkers. En we wilden gewoon even lekker uit. Dus, en ze wilde mijn nieuwe autootje laten zien, dus daar zit ik gezellig in. Dus we gaan even naar Waalwijk en bij de EMA zat zo'n actie koffie met iets lekkers voor 1 euro of zo. Dus dat doen we het voor. Dus we gaan even lekker op pad. Deze wil je toch gewoon hebben om neer te zetten en dan eigenlijk dicht te houden. Ik ging voor een 4 uurtje met koffie en iets lekkers, maar ik ben ergens anders mee beland. Het is dat jullie weten dat ik zwanger ben en dat het daardoor niet heel raar is, maar ja, rookworst. Jij bent wel bij het plan gebleven. Ja, ik ben wel een stukje plan.
Kom net terug en Yannick heeft heerlijke lasagne gekookt en lekker salade bij. Oh, bofkont zijn wij. Lekker gegeten. Nu zit ik even op de bank. Ik heb net de Amy gevoed. Nou, sinds ik zwanger ben is borstvoeding geven extreem pijnlijk. Ze bijt. En je ziet de tandafdrukken er gewoon in staan. Het aanhappen bijt ze en daarna gaat het goed. Dus ik zit echt... En dan gaat het goed. Maar uit liefde voor mijn kind ga ik ermee door. Want ik zou het heel leuk vinden om door te gaan. Zolang zij het wil. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Maar het is even op mijn tanden bijt. Hele droge lippen. Dus ik heb even lippen als mop. Hoort dat ook bij een zwangerschap? Weet ik niet. We gaan zo naar vrienden toe. Waar we onze zwangerschapsaankondiging gaan doen. Dan gaan we vanavond nog een vriendin bellen. En Yannick nog iemand bellen. En dan is het morgen tijd om het online te gaan delen. En dat vind ik super spannend. De derde en laatste zwangerschapsaankondiging. Als het goed is, hè. Als het kindje gewoon zonder geboren mag worden. En als alles mag gaan zoals ze hopen. Dus ja, ik vind het ook wel heel speciaal. En ik beleef het ook wel wat bewuster als de laatste keer. En ja. We gaan daar dus naar vrienden toe. Die hebben anderhalf maand geleden een dochtertje gekregen. Hun tweede kindje. Superleuk. Dus, en dan zijn we natuurlijk al wel op kraamvisite geweest en zo. Maar vandaag gaan wij je happy news brengen. Dus dat is leuk. Lekker in bed. Het is super leuk om het weer aan vrienden verteld te hebben. Ik heb lekker mijn pyjamasje aan. Het is nu 9:30. Ik ga vrij vroeg naar bed. Ik ben gewoon echt moe. Ik heb vanmiddag ook al geslapen. En ik merk gewoon echt dat ik energie tekort kom deze zwangerschap. Of dit trimester of weet ik veel. Ik ga lekker op tijd slapen. Ik heb lippenbalsem op. Dus ik lig niet met lipgloss in bed. Lijkt het een beetje op. Lekker slapen. En dan morgen word ik wakker. En dan weten jullie het. Of ja, het is maar net wanneer je het bekijkt. Lekker. Zo, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En het eerste wat ik in de ochtend moet doen, na natuurlijk klaarmaken, is ontbijten. Anders word ik echt super misselijk. Dat ben ik al, maar ontbijten is wel heel belangrijk. En ik ontbijt voortaan niet meer met yoghurt en banaan en pindakaas. Mijn ontbijt bestaat voortaan uit brood met ei en worst en allemaal dingen die ik normaal nooit eet in de ochtend, maar nu echt heel lekker vind. En Lana is ook al iets heel goeds aan het doen. Wat ben je aan het doen? Voor wie zijn deze kleertjes? Deze passen. Voor wie zijn die? Ik vind deze passen. Nou, ik denk dat jij die niet meer past hoor. Maar voor wie zijn ze dan? Deze zijn van Amy geweest. Maar als we een meisje krijgen, als jij een zusje krijgt weer, dan zijn ze voor de baby. De kans is 99% ja? Een meisje wordt. Waarom denk je dat? Ja? Waarom denk je dat? Ik kijk helemaal om je heen. Nou, je zou een supermeisjespapa blijven hoor. Maar je zou het ook leuk doen met een jongetje, denk ik. Dus jij gaat het alvast torteren, schat. Oh ja. Ik zal hebben een broekje voor de baby. Voor de baby een broekje. Ja, een mooi broekje. Goed zo, schat. Een jurkje. Och, een jurkje. Dan moet het wel een meisje zijn. Deze met een loppetje. Ja. Ik zit in de auto in mijn sportkleding. Ik ga even sporten maar een half uurtje. Want ik heb gewoon niet zoveel zin in mijn moe misselijk. Maar ja, ik wil wel blijven sporten. Ik wil deze zwangerschap 2 keer per week blijven sporten. En dat zeg ik nu als afspraak tegen jullie. Ja, tenzij ik echt bij spreken bek instabiliteit voor de buik kan krijgen. Maar anders ga ik gewoon lekker door. Ik ga HIIT doen, dat is een half uurtje. En dan ga je een half uurtje eigenlijk toch wel een soort total body workout doen. En ik doe het wel het rustig aan natuurlijk. Maar ik kijk gewoon wat goed gaat en dat doe ik lekker mee. En dan zien jullie mij zo weer. Zo, na het sport heb ik lekker gedoucht. En mijn haar gewassen. We gaan nu even op de fiets. En dan gaan we zo richting Notaris. En... Ja, even lekker fietsen, zodat we eventjes wat frisse lucht opdoen. En vitamine D, een beetje zon. En omdat de kinderen dat ook heel leuk vinden, dus... Je doet stappen aan mama's jas. Oh, en doet ze zelf stappen! Kijk, Amy loopt! Dat is goed! En we zitten op de fiets. En in mijn zwangerschap van Lana fietste ik ook heel veel. Nu ook even lekker wat. Zo van goed voor de conditie. We zitten bij de wachtkamer van de notaris. Een hele spannende afspraakjes. Oh, heel spannend. Ja. Nou, dat zit erop. We gaan nou even naar de bakker, want hier in ons dorpje hebben we een bakker. Oh, je pakt de fiets al. Het zit tegenover. Ja, nee. En daar hebben ze herfstcake. Ja, het is lente. Maar dat is echt super lekker. En ik vind dat we dat wel verdiend hebben. Ik weet dat ik heel erg snackerig ben. Maar dat is wel echt super lekker.
it's on a vibe. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you. En ik sta weer voor de bouwplaats, of tenminste niet precies. Want we kunnen er eigenlijk niet naartoe. Maar de grondpalen zijn gelegd. En dat was het ook wel gelijk, hè, schat? Ja. Het is leuk dat hier straks ons huis staat. Ja, ik ben heel benieuwd. Ze staan in ieder geval op onze grond. Ja. Ja. Ik denk van een jaartje en dan... Jaartje? Ja. We hebben laat in mijn mening. Let me op. Ja, eerst even project baby en dan project huis. Oké, wat krijg jij als het echt niet uitduurt? Van mij? Nou, niks. Massage. Nou, als ik daar een jaar moet wachten, dan laat me zitten hoor. Ik denk echt dat het in december al klaar is, dat denken wij niet. Nee, ik denk dat het in december klaar kan zijn. Ja, als het echt allemaal mee zit wel, maar ja, we gaan het zien. Zo, lekker verwild, dat zie ik eruit. Mag ik even een ode uitspreken voor Canon? Want mijn camera was dus kapot en ik heb een leencamera mogen lenen. Dat is deze Canon G7X Mark II. Echt de beste vlogcamera ever. Super blij mee. Ik had hiervoor de normale G7X, nu dus de Mark II. Maar mijn was dus kapot. En ze hebben hem gerepareerd voor mij. En ik kreeg ondertussen een leencamera. Top. Dus ben je op zoek naar een goede vlogcamera? Of überhaupt, ik heb altijd al camera's van Canon. Ik had eerst dus G7X. 1100D heb ik gehad. Die spiegelreflex. Daarvoor PowerShot. Dus het is voor mij sowieso mijn merk. Maar ik vind dit wel echt top service. Dus dat wilde ik nog even heel graag delen. En nu film ik weer met mijn eigen cameraatje. En dat voelt toch ook wel heel erg fijn. Car, we hebben herfstcake. We hebben hem gedeeld, want dat is al vrij groot. Dus dat gaan we lekker opeten. We zijn bij mijn ouders, gaan we lekker eten. En mijn vader heeft lekker nasi gekookt. En ik doe er heel veel sambal bij. Mag je wel. Moet er wat, hè? We hebben al een loempje op. Die vond Dana ook heel lekker, hè? En Emietje ook, hè? Die zit hier nog een beetje van te smikkelen. Op het kakkenhuis en die zakte dolle. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben alleen met de kinderen vandaag. Ik begin al een beetje te wennen aan mijn nieuwe make-up look. Zo, naar beneden. Wow. Oeh. Even koffie aan het zetten. En de laatste tijd word ik er echt enorm misselijk van. Maar het gaat iets beter, gelukkig. Bij de zwangerschap van Amy was ik tot 16 weken ziek. Of misselijk bedoel ik, niet ziek, gewoon misselijk. En nu hoop ik dat het eerder voorbij is. Vandaag is het heel mooi weer, hè meisje? Dus wij gaan even lekker naar buiten. We gaan daar lekker naar de speeltuin. Het is alleen heel vroeg. Wow, het is 7:50. Ik dacht, oh, we gaan zo lekker naar de speeltuin. Ga jij steppen, schat? Steeds knuffelen met de baby, hè? Ja. Bent ook lief. We wilden eigenlijk even een speeltuin, even steppen. Of Lana wilde dan steppen. Dan doe ik Amy even in de kinderwagen. Dus dat is wel gezellig. Alleen ik vind dat om 7:50 wel overdreven vroeg eigenlijk. Iets met mijn haar te doen. Want ik heb nog zo'n Numi haarkrullen. Maar die snapte ik steeds maar niet. Dus ik heb even een tutorial gekeken. En ik heb een hele subtiele volume. Hele subtiele slag gemaakt. Geen krullen, want dan blijft bij mij toch allemaal niet zitten. Maar ik vind dit eigenlijk ook wel leuk. Ik ga nu het stepje van Lana uit de kuschuur halen. In de auto zetten. Zet ik de kinderen in de auto. Ga ik eventjes naar het dorpje verderop. Daar is een heel leuke grote speeltuin. Dan gaan we lekker spelen. Even lekker in de zon zitten. En lekker genieten. Ja, het is best wel oké gelukt, vind ik zelf. Ah. Ik ga eventjes naar de speeltuin rijden met ze. Kan jij heel goed hoor. We gaan weer naar diezelfde speeltuin als waar we laatst ook waren, waar wij regelmatig gaan komen. Het is echt super lekker weer, dus het is echt heerlijk. Een picknick, hè? Ik ben tosti's aan het maken. Voor Lana gewoon met kaas en voor mezelf pesto en kaas. Jam jam. Lana's
tosti. Curry. Tomatenketchup. Ik heb geen tomatenketchup meer. Doe maar je boterhammetje erin dippen. Nou, dan maakt ondertussen een boodschappenlijstje. Dat is ook handig. Het is allemaal open, nog een beetje kapot. En deze is van mij. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze weekvlog. Oftewel ook het einde van mijn 12 weken zwangerschap. Het is nu zaterdag, ik ben maandag 13 weken. En het leek me eigenlijk wel leuk om de app erbij te pakken. Ik gebruik de Zwanger en Zo app. En die geeft zeg maar iedere keer aan hoe het ervoor staat. Ik ben dus nu 12 weken en de baby ziet er ongeveer zo uit. Ja, hij is echt week 13, maar ik ben dus 12 weken. En de baby is nu ongeveer 7,5 centimeter groot. Vind ik al best wel flink. Eigenlijk is het hele lichaam al af en hoeft het alleen nog maar heel erg te groeien. De belangrijkste organen en functies zijn al ontwikkeld. Zijn hoofd is, of zijn of haar hoofd, is ongeveer 1,5 vingerkoontje. En zelf ga je merken dat de klachten van de zwangerschap wat minder worden. Op zich merk ik dat wel. Ik merk wel dat ik minder vermoeid word. En de misselijkheid wel een beetje afneemt, maar het is nog niet helemaal weg. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En dat je het leuk vindt dat mijn vlogs op deze manier nou verder gaan als zwangerschapsweek vlog. In principe verandert er heel weinig. En is het niet zo dat mijn vlogs een soort van zwangerschap overload gaan krijgen. Maar ik ga het natuurlijk wel bespreken en alle fases daarin laten zien. Laat me even bij de comments weten wat je daarvan vindt. Ben je ook zwanger? Of heb je die wens? Of weet je nog heel goed van jouw zwangerschap hoe dat was? Klets lekker mee bij de comments. Ik ben heel benieuwd. Dan zie ik jullie heel graag de volgende weekvlog weer. Dat is de 13 weken zwanger weekvlog. En dan hebben we weer een echo gehad. En dan zijn we heel benieuwd wat we dan weer hoe het dan zich ontwikkelt. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je op mijn YouTube kanaal. Zou ik leuk vinden. Volg me op Instagram via @kellykaressen. En dan zeg ik tot de volgende vlog. Doei!